Goedenavond, beste mensen. Welkom in de benedenkantine van KSV Oudenaarde, waar we het nog eventjes gaan hebben over de afgelopen wedstrijd tussen KSV Oudenaarde en KRC Gent. We gaan het doen met beide trainers, Stefan Leleu, maar we gaan beginnen met bezoekend trainer Jannes Tant. Jannes, welkom. Jannes, mogen wij uw wedstrijdanalyse? Ik denk dat we twee helften gezien hebben waarvan Oudenaarde in de eerste helft beter was dan ons. Veel meer initiatief aan de bal. Een paar kleine kansjes, niet uitgespeelde kansen, een bal voorlangs daar. Ik denk dat we het evenwicht in de tweede helft goed hersteld hebben. En dat wij daar een paar kansjes hebben en dat de keeper een schitterende redding doet. En ik denk dat dat de wedstrijd is voor gelijkspel vandaag. Hè. Veel voetballen kon je niet. Ik vind het een slecht veld. Dus veel voetballen kan je niet. Het was vooral powerplay aan beide kanten. Veel duels, veel kaarten waren daar ook het summum van. Dus, maar het is jammer dat wij geen punten halen en dat je in de 89e minuut nog een doelpunt tegenkrijgt op een stilstaande fase. Dus dat is sneu voor ons. We hebben er alles al gedaan met de jonge ploeg. Ik wil wel een keer benadrukken dat we vandaag met vijf jongens jonger dan 20 jaar op het veld staan. En die hebben alles gegeven en dat is dubbel zuur. Hè. Omdat je op een puntje in de situatie dat we zitten, maar dat is zowel voor Oudenaarde als onszelf, dringend punten nodig hebben om daar achteraan weg te geraken. Ik denk dat Oudenaarde dat niet hoort. Hè. Ze hebben een hele goede kern. Ze hebben nu 15 op 15, waarvoor proficiat aan mijn collega. Maar wij moeten ook daar zo snel mogelijk weg. Ik vind ook dat wij geen team hebben om onderaan te staan. Maar ja, we staan er toch maar. Dus we moeten zo snel mogelijk die ommekeer maken. En hopelijk kunnen we tegen Ronse en tegen Zelzaten de twee komende wedstrijden 6-6 halen. Om toch even meer ademruimte te hebben naar de toekomst toe. Ik zeg het, ik kan mijn jongens niks kwalijk nemen. Ze hebben er alles aan gedaan vandaag. Maar het mocht niet zijn. Kan vlug keren, kijk naar ons. 3 punten op 27 en nu plots 15 op 15. Stefan, het is tegenwoordig gemakkelijk om te pronosticeren voor Oudenaarde. Zet gewoon 2-1 en het klopt. Voor de vierde keer op rij halen we 2-1. Mogen wij uw wedstrijd analyseren? Wel, zoals Jannes het zegt, we hadden een wedstrijd met twee gezichten. In de eerste helft waren we goed. Hebben we wel wat kansen gehad. Milan die juist naastrapt. In de tweede helft waren we niet meer balvast en lieten we Gent in de wedstrijd komen. Komen we ook achter, ja, dan wat ik wat vrezen, want met Hebbelink hebben ze wel iemand die wat snelheid geeft en op de counter kan gevaarlijk zijn. Maar dat gebeurt dan niet en we kunnen dan gelijk komen. En uiteindelijk weer op een stuk van de fase kunnen we scoren en hebben 2-1 winst. Maar ik vind het niet gestolen. Ik vind het ook niet oververdiend, maar het is ook niet gestolen. We hebben wel voor gevochten en uiteindelijk hebben we het uit de brand gesleept. De komende twee wedstrijden zijn wedstrijden op Sparta Petegem en Olsa Brakel. Dan moeten we zeggen, twee leuke derbies, twee toppers. Alles wat we daar halen, pure winst? Ja, liefst zoveel mogelijk halen en liefst de laatste wedstrijd zeker is dan vast. Maar het is zo dat vandaag belangrijk was omdat we twee moeilijke uitwedstrijden hebben. Om toch wel die 18 punten te halen en hebben ze gehaald nu. We gaan zien wie er beschikbaar is, of dat Olivier terug is of niet, dat gaan we nog zien. Maar het is ook zo dat wij ook wat jonge mensen hebben, toch? Kasper die uit zijn ziekte terugkwam, die dan toch wel zijn 60 minuten kunnen spelen heeft. En uiteindelijk door Jan vervangen is, die ook uit een lange blessure komt. Oké, het is prettig en een goede mentaliteit en 3 puntjes erbij. De mede wordt een leuk weekend. Hè. Zal wel zijn. We staan ook aan de leiding in de tweede periode, dus daar gaan we even niet mee bezig zijn. Dus, Jannes, kun jij een update geven over het aantal kwetsuren en wat jullie eventueel kunnen recupereren? Of is dat nog een beetje te vroeg? Heb je half uurtje tijd? Nee, heb je even voor mij? Alle gekheid op een stokje. We hebben twee langdurige blessures. Hè. Dat is Joran Trist, dat gekend is, onze diepste spits. En Emil, die ook langdurig gekwetst is. Dus Raf valt gisteren uit met een blessure op training. Dus Brian Verkruijs is oud tot aan de winterstop, minimaal. Ja, ik vergeet nog iemand zeker. Victor van Kerkhoven sukkelt met klierkoorts. Dus het zijn allemaal blessures die langdurig zijn. En dat is natuurlijk altijd moeilijk, hè, omdat je niet vooruit kan kijken. Maar ik blijf erbij. Ik ga niet praten over de afwezigen. Ik moet het doen met de jongens die beschikbaar zijn. En dat doen we ook. Hè. Als je vandaag Ibra ziet, Ibrahim in de diepe spits bij ons. Dan vind ik dat die jongen het heel goed heeft gedaan. Hè. Hij heeft een moeilijke periode gehad, niet veel gespeeld. Vandaag doet hij het heel behoorlijk. Was balvast, kon doordraaien, kon de lopende spelers bedienen. Maakte een fantastisch doelpunt. Dus ik ben niet een trainer die klaagt over de niet aanwezigen. Ik moet doen met de spelers die er wel zijn. Die jongens trainen
even hard of de andere. En ik moet oplossingen zoeken met de spelers die beschikbaar zijn. En uiteraard is dat sneu dat er spelers geschorst gekwetst zijn. Wat is eigen aan het voetbal? En ik moet gewoon volgende week met de beschikbare spelers weer een plan gaan uitmaken om Ronsen te bekampen. En de week nadien met de beschikbare spelers tegen Zelzaten. En zo week van week moet ik bekijken. En niet altijd maar praten over links of rechts, van die is afwezig of die is afwezig. Dat geeft geen zin. Dat geeft geen zin. Ze gaan niet sneller terugkomen omdat ik er veel over klaag. Het is een leuke uitdaging voor de trainers. Ze moeten aanpassen en zo. Dus, Stefan, eigenlijk de beste actie in de eerste helft was eigenlijk die fameuze balcontrole van u daar. Duidelijk dat op talent en op kwaliteit dat er geen leeftijd staat. Hoe oefen je daarop of was dat puur toeval? Thuis 100 keer op één dag, maar nee, dat is gewoon toeval. Ik wil juist even iets rechtzetten, want Janne zegt hier dat we slecht veld hebben. Ik vind ons veld nog behoorlijk. Dat is natuurlijk vergelijken met dat van Racinghamt. Dat van Aagendes, tussen haakjes, dat ligt heel goed. En van ons natuurlijk is iets minder, maar vandaag lag het toch wel degelijk. Die mensen doen het best, maar vandaag met de vele regenval is het natuurlijk een zwaar veld. En dan maakt het voetbal wat moeilijker en daardoor worden wat meer duels. En was het wat niet altijd academisch, maar beide ploegen hebben zich goed geweerd. En oké, op een zwaar veld vind ik dat toch wel een degelijke wedstrijd geweest is. Ik wil er ook op repliceren, inderdaad. De mensen, iedereen doet zijn best voor het veld. Dat is geen kritiek aan de mensen die het veld onderhouden. Enkel alleen is het anders spelen. Als je op kunstgras speelt of je speelt bij ons, inderdaad, die dan anders ligt. En vandaag is het veel zwaarder. Het is alleen dat. Het is zeker geen kritiek op de mensen die het veld onderhouden. Dat wil ik ook wel onderstrepen. Het was gewoon een moeilijke wedstrijd om te voetballen en daardoor was het ook gevechtsvoetbal. Moeilijke weersomstandigheden, inderdaad. Ik ga beide heren danken voor deze babbel, want om 11 uur moeten we hier kennelijk sluiten. Dus Jannes, veel succes nog voor het komend seizoen en hopelijk zien we elkaar volgend jaar terug. Wie weet, Riks kunnen hoger. Zeg maar Riks. Stefan, op naar volgende week. Ja, op naar Peterhem. En oké, we gaan ze zondag aan het werk zien en dan gaan we ook een plannen te smeden naar Peterhem toe. En dan de laatste match van dit jaar, de apotheose naar Olsa Brakel. Dus ja. Dank u wel, beide heren, en prettige terugrit.